neem jullie even mee. Hallo allemaal trouwens. Ik neem jullie mee naar een plekje wat ik eigenlijk met niemand deel. Een plekje dat voor mij best heel bijzonder is. Een prachtig natuurgebied is het hier. Voor mij is dit altijd een soort van thuiskomen. Als ik het allemaal even niet meer weet en ik ben hier, dan weet ik opeens weer waar ik voor vecht. Waarom ik altijd doorga zoals ik doe. Waarom ik besta is misschien een groot woord, maar ik snap in ieder geval weer de zin van het leven. Niet dat ik dat vandaag nodig heb, maar als ik in de buurt ben, dan is dit de plek waar ik eigenlijk altijd naartoe ga. Het is hier verplicht stil, behalve mijn gekakel op de achtergrond. Je hoort wat vogels. Hier in het voorjaar, zomer vooral ook, zijn er hele mooie kraanvogels te bewonderen. Het is ook een beschermd natuurgebied. Het is ook niet heel onbelangrijk natuurlijk. En we lopen naar een soort van kleine oase eigenlijk. Ja, misschien kan je dat nog zo het beste omschrijven. Een oase in Nederland. Best een mooie gedachte eigenlijk, hè? Er zijn niet heel veel mensen die deze plek kennen. Dat maakt het ook mooi. Kijk dan hoe vet. Gewoon een tak die om die boom is gaan groeien. Je moet de weg hier al een beetje kennen natuurlijk, want ik kan hier enorm verdwalen. Tot daar ben ik ervaringsdeskundige. Ik heb hier ooit eens met mijn paard, ik denk 11, 12 uur gereden, zonder dat ik wist dat ik weer terug naartoe moest. Het is goed dat mijn paard zo'n enorm goed geheugen had, dat hij opeens de route weer wist. Ik had het niet geweten. Kijk, we zijn er bijna. We gaan dadelijk door een gangetje. En dan komen we bij een vogelkijkhut. Ja, dat is altijd wel mooi. Nou is het natuurlijk koud en winter. Dus er is nu weinig te zien. Maar dat maakt het plekje niet minder mooi natuurlijk. Mooi gemaakt door natuurmonumenten trouwens. Complimenten. En kijk eens eventjes. Nou, heb ik heel veel te veel gezegd? Nee, hè? Dit is toch gewoon schitterend, of niet? Eens kijken, wat een mooi plaatje. Nou, ik ga me even weer bezien op deze prachtige mooie dag. En ik hoop dat jullie dit natuurlijk ook heel erg mooi hebben gevonden. Ik zou zeggen duimpje omhoog. Als je nog meer van dit soort video's wil zien. En dan beloof ik dat ik de komende periode wat vaker wat zal posten. Dag allemaal, fijne dag.